Dag, dit is New Energy TV met het nieuws van de afgelopen week. De ambities zijn weer terug in Nederland. De geest zit weer in de fles. Een commissie van zo'n 200 deskundigen wil dat de overheid sneller omschakelt naar duurzame energie. Shell-topman Willems verwoordde het als volgt. Wij kunnen als Nederland vanuit onze eigen sterkte inderdaad een internationale hoofdrol spelen. Dat heeft wel eens anders geklonken. Nu kijken wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Uit Denemarken arriveerden dinsdag nieuwe funderingspalen voor het offshore windmolenpark voor de kust van Egmond. Er komt eindelijk schot in de bouw van deze natuurstroomcentrale. De eerste plannen dateren al uit 1997. Vier van de in totaal 36 palen zijn inmiddels zo'n 30 meter in de zeebodem geheid. De bouwkosten ruim 200 miljoen euro. Het werken aan offshore windparken is in de toekomst een stuk makkelijker geworden dankzij een Delftse vinding. Probleem was altijd de instabiliteit van de werkplatforms in verband met de wind en de golven. De promovendus Jan van de Tempel heeft een geavanceerd apparaat ontwikkeld dat elke schok en elke golfbeweging opvangt en corrigeert. Zo kun je zelfs bij woeste zee nog op een stabiele ondergrond staan. Buurtbewoners protesteren tegen de komst van een biogasinstallatie in de Antwerpse gemeente Nijlen. Ze voeren een campagne met brieven en een petitie omdat ze vrezen voor geurhinder, verkeersoverlast en lawaai. In Nederland heb je dit soort klachten niet. De mest wordt in een gesloten container aangevoerd en de installatie maakt geen lawaai. Ja, hier kun je, als je hier naar binnen wilt kijken, je ziet de mest, daar beweegt een beetje, want er wordt op dit moment geroerd. Maar biovergisting is in België nog onbekender dan in Nederland. Het aantal biogasinstallaties op boerderijniveau is in Vlaanderen op één hand te tellen. De Jatropha-plant gaat Afrika flink op weg helpen in zijn eigen duurzame energievoorziening. Dat zegt Ruud van Eck van het Eindhovense bedrijf Diligent. De zaden van de Jatropha-plant bevatten olie. Diligent maakt met lokale boeren in Tanzania afspraken over het oogsten ervan en het verpersen tot bruikbare biobrandstof. En we hebben nu zo'n 70 boeren die al voor ons Jatropha aanplanten, waar we de zaden in kopen. Dat zullen er over een jaar gegarandeerd 10 keer zoveel zijn. Maar we gaan nu ook naar Oeganda toe. Over één jaar al 10 keer zoveel? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Overigens is de productie van biodiesel in de Europese Unie in 2005 met 65% toegenomen. De groei gaat sneller dan in de voorgaande jaren. Maar Nederland komt in de top 20 van de EU-landen niet voor. Beelden zijn nog niet beschikbaar, maar in Canada rijdt een fiets op zonnecellen. We moeten het doen met dit fotootje van slechte kwaliteit. De velgen zijn zonnepanelen. De zogeheten Sunny Bicycle heeft een 500 watt motor en de accu's staan achter op de bagagedrager. We laten u vroeg of laat zien hoe het werkt. De Stichting Natuur en Milieu lanceert dit weekend vanaf de website hier de klimaatcampagne Top 10. Hierin krijgt de consument informatie over energiezuinige apparaten. Het begint met de top 10 van energiezuinige tv's. Er kan een enorme slag worden gemaakt op het gebied van energiebesparing, zegt Ron Wit van Natuur en Milieu. Dan zal je al snel zien dat snel oploopt naar misschien wel 1000 euro op jaarbasis als je dus massaal overstapt op die zuinige apparaten. Het Internationaal Energieagentschap, de IEA, verwacht dat de olieprijs de komende 2 tot 3 jaar hoog blijft. De grote oliemaatschappijen kunnen de vraag naar olie niet bijhouden en investeren te weinig in het zoeken naar nieuwe olievelden. Dat vindt althans de IEA. New Energy TV denkt daar net iets anders over, dat zal duidelijk zijn. De olieprijs blijft hoog. Hij noteerde donderdagavond bijna $73 voor een vat ruwe Amerikaanse olie. Beleggen in New Energy was aantrekkelijk. Het New Energy Fonds van ORA noteerde weer een mooie winst van zo'n 3% in de afgelopen week. Dat was het. Tot de volgende week.